Goeiedag, het is vandaag 30 maart. Zaterdag 30 maart 2024. We hadden het wat hoger op willen zoeken. Helaas, dat gaat niet. Want er staat storm op de gletsjers. Dus vandaar dat wij maar eventjes richting Pastoor zijn gegaan. Het skigebied van Kitzbühel. Nou, als jullie heel goed kijken, dan zien jullie ook nog dat er een hele bak met Sahara-zand in de lucht hangt. Maar wij gaan snel de piste op. Nou, we hebben zojuist te horen gekregen hier binnen dat het skigebied dicht gaat. Je ziet het al aan de vlaggen. Nou, de lift daarboven, Hardcastle, die staat ook al stil. Voor de zekerheid gaan wij die sneeuwscooters maar achterna. Want de lift hierna die zou nog eventueel open kunnen zijn. Dus, we gaan het avontuur wel weer aan. Helaas moeten we deze dag weer afsluiten vanwege de storm. Er draait nog een liftje, die draait hiervoor. Die hebben zeg maar de overige mensen die hier in het skigebied waren. Die brengen ze nog eventjes naar boven toe. En dan is het snel via de panoramabaan weer naar beneden. Op zich hebben wij vandaag goed kunnen skiën. Echt, die pistes waren hier gewoon super. Eén nadeel, de wind. Nou, wellicht dat we hier nog met de paasdagen terugkomen. Maar dat is heel erg afhankelijk van de storm die in principe nog tot tweede paasdag duurt. Nou, en met deze beelden sluit ik dan af hier vanaf de resterheuwen, de resterkogel. En snel maar weer naar beneden. De groeten!